even now, man may be unwittingly changing the world's climate through the waste products of his civilization. Due to our release through factories and automobiles every year of more than 6 billion tons of carbon dioxide, which helps air absorb heat from the sun, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad. Er zijn 200% zekerheden. De ene zekerheid, 100% zekerheid, is dat de aarde opwarmt. En de andere 100% zekerheid is dat de broeikasgassen in de atmosfeer sedert de industriële revolutie met 40% zijn toegenomen. Dat weten we allemaal helemaal zeker. De tijd dat we dit soort cijfers nog moesten betwisten in maandenlange debatten van believers en non-believers, die tijd ligt echt nu wel achter ons. Een beetje zoals de grap van de man die naar beneden viel van het appartementsgebouw van 106 verdiepingen die bij het passeren van de vierde zegt: tot hiertoe zie ik het probleem eigenlijk niet. Het is een beetje een loterij die we spelen. En dus de hamvraag is: gaan we erin slagen om onder die 2 graden te blijven? Het is geen of-of verhaal. Het is vanavond een en-en verhaal. En wij zijn eigenlijk redelijk stellig in het verhaal dat we heel ver mee willen gaan met politieke beleidsvrijheid. Maar dat politieke beleidsvrijheid in een democratische rechtsstaat daar ophoudt waar die beleidsvrijheid tot grootschalige mensenrechtsschending zal gaan leiden. Dus vandaag werden een gebrekenstelling verstuurd aan maar liefst 4 Belgische overheden. Hier valt niemand mee te lachen. Hier wordt ook niet gelachen. Dit is de eerste party waar niet gelachen mag worden. Ja, je kunt dat thuis niet uitleggen als ik zou zeggen: ik doe daar niet aan mee. Je moet daar aan meedoen. Als jullie allemaal meedoen en vanavond bijvoorbeeld meetekenen, dan is dat een gigantisch signaal dat we van die 11 die we zijn toe moeten naar 11 miljoen samen. The people versus the state. En dan gaan we winnen. En ik kan u garanderen dat in ons kantoor dat we al met enthousiast, motivatie en met ons hart alles in het werk gaat stellen om deze zaak te winnen.